Dag mijn lieve Soul Searchers, mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve kreeften voor april 2021 alweer. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, dat is volledig gratis, blijf jij op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. De video met het sterrenbeeld met de meeste likes, wordt ook als eerste gemaakt en geüpload. Dus dan blijf je als eerste op de hoogte voor de volgende maand. Dus like het zeker. Ik heb een beetje veel kaarten. Eentje was echt omgedraaid. Dus daar ga ik mee beginnen. Dit is een algemene reading. Dus neem wat voor je passen. Laat er eens liggen. Kijk dan eerder naar het sterrenbeeld. Dat in je maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. We hebben voor mijn lieve kreeft twee sprong. Splitsing. Keuze die gemaakt moet worden. Een nieuwe richting op in je leven. Is het in de liefde? Is het professioneel niveau? We gaan het zien. Dit gaat een algemene uitgebreide reading zijn. Dus we gaan even zien op professioneel niveau. Alsjeblieft. Professioneel alsjeblieft. De koning van kelken. Financieel. Wat moet ik weten voor mijn lieve kreeft voor april? 2021, Ali. De aas van pentakels vloog er ook uit. Ik pak de aas van staven. Kunnen we het ook mee doen. De liefde, de romantiek, de relaties. In de breedste zin van het woord hebben wij de matigheid. Wat is de uitdaging voor mijn lieve kreeften? De schildknaap van zwaarden. Wat is de kracht, alsjeblieft? Wat is de kracht van mijn lieve kreeften? Wat is hun kracht deze maand, april 2021? Er zijn dus te veel. Wat is... Dankjewel. Het Rad van Fortuin. En wat is dan de uitkomst, alsjeblieft? De Ridder van Staven en de Zes van Pentakels. Oké. Onder op het dek. Wauw. De Hoogpriesteres. Vis, energie. Intuïtie. In contact met je hogere zelf, met je intuïtie. Dit is iemand die weet. Die weet, die heeft zo'n innerlijke wijsheid. Zij ziet voorbij de illusie. Zij ziet achter de sluiers van de illusie. Maar is niet per definitie iemand die het ook uitspreekt. Het is iemand die inderdaad wat gereserveerd is, dicht bij zichzelf blijft, maar het ondertussen intuïtief wel weet wat de waarheid is. Dus een hele mooie, krachtige, spirituele energie voor de maand april. Op professioneel niveau hebben wij de koning van kelken. Evenwichtig, in balans. Deze spreekt normaal over emoties, dat die emotioneel in balans is. Op professioneel niveau zou dat ook leuk zijn natuurlijk. Iets vanuit het hart doen. Misschien is dit iemand die je op je werk hebt, die jou een bepaalde emotionele steun geeft, biedt. We gaan het zien, ik ga het zo meteen verder verklaren. Op financieel niveau hebben we de aas van staven. Dit zou kunnen spreken over een nieuw begin. Op gepassioneerd niveau en wat dus invloed heeft op je financiën. Dat kan zijn dat je iets creatiefs doet waar je extra financiën uit kan halen. Een nieuw idee hebt op professioneel niveau, waardoor er ook op financieel niveau een nieuw begin ontstaat. Het kan ook met relaties te maken. Een nieuw begin in de liefde, waardoor er invloed heeft op jouw financiën. We gaan het zien. In de liefde hebben wij dus de matigheid, boogschutter energie, helen, evenwicht, balans, compromissen sluiten en geduld. Ben benieuwd waar dat naartoe gaat. In de uitdaging hebben we de schildknaap van zwaarden. Uitdaging zou kunnen zijn om jouw wijsheid en jouw waarheid uit te spreken, want deze die heeft iets nieuws, die weet iets, die heeft een nieuwe informatie, maar die is niet heel communicatief daarover, omdat hij een beetje
gereserveerd is, misschien een beetje onzeker daarover. In je kracht hebben we het Rad van Fortuin. Het spreekt ook over geduld, want het Rad van Fortuin spreekt over goddelijke timing. En het is niet altijd wanneer wij willen dat het gebeurt, maar wanneer het universum vindt dat het de juiste tijd is. Dus het kan spreken over dat je deze maand heel veel geduld kunt opbrengen. En een beetje je overgeeft aan de situatie, aan de timing van het universum, aan het lot. Het kan ook spreken over inderdaad het tij dat keert in een bepaalde situatie, waardoor je in je kracht komt te staan, waar je kracht uitput. En in de uitkomst hebben we de Ridder van Staven. Goed nieuws op gepassioneerd niveau. Dus ja, er is wel iets gaande op passie, vuur, levenskracht. Is dat de tweesprong die je aan het maken bent? Dus dit is goed nieuws. Dit is iemand die weet wat hij wil, die gaat ervoor. Die is, wat ik zeg, gepassioneerd, enthousiast, heeft doorzettingsvermogen en die gaat. Ben jij dat of is dat iemand die jouw kant op komt? En we hebben de zes van pentakels. Evenwicht, balans tussen geven en nemen. Een nieuw evenwicht creëren. Er is veel rust en wijsheid en balans, vind ik, in deze reading. Heel mooie energie. Wijsheid. We gaan even zien. Wat is de koning van Kelken alsjeblieft op professioneel niveau? Wie of wat is de koning van Kelken? Verklaar de koning van Kelken alsjeblieft. Maar nog één kaart. Voor mijn lieve kreeft. Voor professionele. Ja. Even checken dat de microfoon het doet. Of twee. Oké. Zou dus tweesprong te maken hebben op professioneel niveau. Dat gevoel krijg ik wel. Want we hebben hier de toren. De toren is een situatie dat buiten jou om gebeurt. Een, wat de wereld onder je voeten een beetje vandaan haalt. De toren kan bijvoorbeeld corona zijn. Het kan zijn dat door de gevolgen van corona je een job hebt verloren, dat er iets is gebeurd op professioneel niveau, waardoor het inderdaad allemaal een beetje is gaan wankelen. Het mooie van de toren is dat dit ook goddelijke interventie is. Dus wat er ook is gebeurd, ik heb het gevoel dat dat op dat het eigenlijk al gaande is geweest. Dat het niet iets nieuws gaat zijn voor april, maar ja, dat is voor iedereen een beetje anders. Het mooie van deze toren is dus inderdaad wat er gebeurd is, moest gebeuren. Om los te kunnen laten. Je bent uit die situatie gegroeid. Maar je bleef er misschien een beetje te lang in. Omdat het alsnog een beetje comfortabel was. Het universum geeft je een duw in de juiste richting. Want we hebben hier ook de Aas van Pentakels. Een nieuw begin op materieel niveau. Dit kan een nieuw contract zijn dat je aangeboden wordt. Dit is een bedrijf dat je wilt creëren. Dit financiële meevaller. Kan het zeker ook zijn, een promotie, iets op materieel niveau, een nieuw begin. Dus ik zie heel graag na de toren een aas van pentakels. Of een aas überhaupt. Er is echt een nieuw begin gaande. Dus je bent iets nieuws op aan het bouwen. Met die koning van Kelken zou het voor mij, want ik heb hier best wel wat spirituele kaarten. De koning van Kelken spreekt ook over het ontdekken van spiritualiteit, spirituele gaven. En deze misschien op professioneel niveau ontplooien, ontdekken. Doen groeien. Dus misschien is het dat. Ga je iets doen op sociaal of iets vanuit het hart met de koning van Kelken. Iets vanuit, ja, sociaal krijg ik wel een beetje het gevoel. Gevend. Anderen ondersteunend. We hebben de acht van staven. Communicatie, snelle communicatie, veranderingen, positieve veranderingen, maar met een versnelling. Dus daarmee krijg ik echt wel inderdaad het gevoel dat die toren al voorbij is geweest. Je bent daar nu van aan het rouwen. We hebben dus ook de vijf van Kelken. Een rouwende kaart, een treurende kaart. Maar deze treurt over drie omgevallen kelken. Hetgeen wat er dus kapot is gegaan met de toren, wat niet fijn was. Waar je toch wel wat verdriet over hebt gehad. Maar als je de situatie van een hoger perspectief bekijkt, zie je dat er twee hele mooie volle kelken achter zit, achter jou staan. En dat er dus
nieuwe mogelijkheden biedt. Het is niet alleen maar treurig. Dit is inderdaad een kwaad voor een goede situatie. En er is een versnelling. Er is echt wel een nieuw begin. Dat je zelf aan het creëren bent, krijg ik hierbij het gevoel. Waarbij je positieve veranderingen en, wat ik zeg, al een versnelling gaande is. Dus op professioneel niveau ziet het er heel positief uit. Dus we hebben nog een aas op financieel niveau. Dat zal zeker met elkaar gelinkt kunnen zijn. Wauw. Veel vuur, veel passie. De keizer onderop. Het zou absoluut kunnen spreken voor sommigen voor een zelfstandige onderneming. Een hogere functie. Want de keizer is toch wel een autoriteit op zichzelf. Zelfstandig, ondernemend. Wij hebben hier de zon. Dus dit nieuw begin, wat zowel op professioneel als op financieel niveau inderdaad zijn effect heeft, is iets met de zon, dat is de gelukkigste kaart van het dek. Dat is iets waar je heel gelukkig van gaat zijn, want je weet dat jouw geluk die kant op is en gaat. Dus, ik heb hier de overwinning, de zes van staven. In de spotlight staan. Reward krijgen, hoe zeg je dat? Ik kom even niet op het woord. Krijgen waar je recht op hebt, maar meer dan dat, want dit is echt wel een overwinning. Hiervoor komt de vijf van staven en dat is meer een conflict, intern conflict. Oké, misschien heb ik een nieuw idee, maar hoe of wat en hoe gaan we het aanpakken? Dat heeft misschien een tijd in je hoofd zitten te dwarrelen alle kanten op, behalve de juiste. Hier heb je de overwinning, hier gaat het ineens vooruit. Je weet wat je wilt, het is duidelijk, het is concreet. Het is precies alsof je van al die staven één hebt gepakt van oké, ik ga me focussen op dat. En dat ga ik doen groeien. En de ridder van staven. Die weet wat hij wilt en die gaat. Ondernemend, wilskracht, gepassioneerd. Dus ik krijg echt wel hier het idee dat wat je aan het ontwikkelen bent op professioneel niveau ook echt niet alleen voor de pentakels zijn, maar echt wel omdat het vanuit bezieling is. En daar zit overwinning, daar zit geluk achter, daar zit... Ze kijken alle twee, kijken ze naar boven toe. Dank u. Dus het voelt heel, heel positief. Vol kracht vooruit. Je passie volgend. Wauw. Goed bezig. Op emotioneel, relationeel niveau, die matigheid. Verkleine matigheid alsjeblieft. Voor mijn lieve kreeft, voor de maand april. Waar moeten we water bij de wijn gaan doen? Wat is... Verkleine matigheid alsjeblieft. Nee. Ik heb precies alles al gezegd. Verklaarde matigheid voor mijn lieve kreeften. Oepala. Over de... Nou. Geen zin meer. Ja, of een half dek. Nee. Matigheid alsjeblieft voor mijn lieve kreeften. Relationeel. Wat moet ik weten? Oké, die vloog mooi. De ridder van Kelken. Huppakee. Onze ridder op het witte paard. Dus er is liefde, een verzoening, een boodschap van liefde dat jouw kant op komt. Huppakee, de zegenwagen. Vol gas vooruit. Er is een versnelling hier gaande. Mag ik nog een kaart alsjeblieft voor de matigheid? Dank u. En de schildknaap van zwaarden, wat wij ook al in de uitdaging hadden. Oké. Ja, we hebben dus de ridder van Kelken. Prins op het witte paard. Dit kan dus, ja, dit is sowieso een boodschap van goed nieuws dat naar je toe komt, vol liefde. Dat kan een verontschuldiging zijn binnen een bestaande relatie.
Waardoor er inderdaad een compromis gesloten wordt. Een relatie in de grootste zin van het woord. Dus het kan ook familieleden, vrienden, belangrijke mensen voor jou. Er wordt gesproken, er is contact met Oké, voor de single mensen met de page, met de schildknaap van zwaarden kan het absoluut spreken over, nou, wat ik al zei, dat is niet de meest communicatief vaardige. Die is wat timide, die is wat onzeker. Dus het kan zijn dat er iemand al een tijdje zo op een afstand naar jou zit te kijken. Waar jij dus geduld op hebben moeten, voor hebt moeten hebben. Het is geen zin, maar je snapt wat ik bedoel. Ik krijg het gevoel dat als er inderdaad iemand is geweest, en dat kan dus inderdaad die jou op social media of dergelijke zo in de gaten heeft zitten houden, of via kennissen, vrienden, een beetje heeft zitten peilen van, hé, maar die vind ik eigenlijk wel leuk. Ik krijg het gevoel dat deze persoon nu wel vol gas vooruit gaat komen. Ik bedoel, de ridder, wat ik zeg, boodschappen van goed nieuws. Rollen kunnen omgedraaid worden. Nou, dan kan jij zijn die al een tijdje een oogje op iemand heeft. Dan ga jij nu vooruit. Je moet bij elkaar rapen. En of de andere gaat dat doen. Met de zegenwagen, boogschutter, energie. Dat is vol gas vooruit. Je weet wat je wilt. Je neemt de teugels in eigen handen. En je gaat. Dus er komt een verzoening. Of dan wel iets nieuws jouw kant op. En dat komt best wel snel. Maar het heeft een beetje tijd gekost om de moed bij elkaar te rapen, om deze stap te zetten. Wat ik al zei, binnen een bestaande relatie zou het absoluut inderdaad een verzoening, een compromis, een nieuw evenwicht. Misschien is er iets gebeurd, is er een discussie geweest, is er even niet zoveel communicatie geweest. Gaat er nu wel meer een evenwicht en een balans komen? Ik ga zeker even verder zien met de schildknaap van zwaarden die hier juist nog een keer komt. We hebben de aas van zwaarden. Oké, ik heb nu al 3 azen hier, dus 2 sprong. Aha, jullie zijn echt wel een nieuw begin op alle fronten precies aan het... een nieuw... Oké. Met de 9 van staven, de gewonde strijder onderop. Dus misschien is het daardoor dat... deze persoon, wie dat dan ook is, de schildknaap van zwaarden die een beetje timide is of misschien niet zo heel communicatief uitgesproken naar voren komt, omdat het gewond is geraakt, omdat deze persoon heeft al een moeilijk pad gehad om tot hier te komen. Dus het is een beetje angstig. Want ik krijg hier inderdaad, blijf ik een beetje op de achtergrond zitten kijken, hou ik mijn mond en zeg ik nog even niks. Of ga ik vol gas vooruit met de aas van zwaarden, ga ik de communicatie aan. Daar zit een twijfel. Dat kan heel goed zijn dat dat jouw energie is, dat jij twijfelt om inderdaad een gesprek aan te gaan. Een verontschuldiging of dan wel een de liefde verklaren. Is de communicatie aangaan met iemand, want het is een nieuw begin met de aas van zwaarden. Een nieuw begin, nieuwe inzichten, je weet wat je wilt. Je neemt de beslissing, je communiceert het. We hebben de 2 van pentakels, twijfelen. Veel balletjes in de lucht houden, maar in deze positie zie ik echt wel een twijfel. Van ja, inderdaad, hou ik een beetje afstand, zeg ik even niet zoveel. Of gaan we de communicatie echt aangaan? Vanaf het moment dat je deze communicatie aangaat, gaat het snel. Gaat dat snel vooruit. En er is echt wel een groei en een evenwicht, een balans in de liefde of binnen een relatie. Dat hier gaande is. Dat is echt wel mooi om te zien. Dus twijfel niet te lang. Dat is de uitdaging. Niet te lang twijfelen. Als dat iemand is dat jouw kant op komt, twijfel je misschien naar de eerlijkheid en de oprechtheid van deze persoon, naar zijn intenties. We hebben de keizer, die we daar straks ook al onderop hadden. Ramenergie. Dit is iemand wat ik al zei, dat is ondernemend, verstandig, zelfstandig, die weet wat hij wilt, die gaat. Dit is niet de twijfelaar, dit is zwart-wit, het is zijn manier of het is geen manier. Als we dan iets kritisch mogen zeggen over de keizer, is dat hij dominant is. Die, wat ik zeg, het is zijn weg of geen weg. Dus misschien zit daar iets in waardoor jij twijfelt. Maar de communicatie met een keizer is precies de uitdaging. Misschien ben jij de keizer in dit verhaal.
Maar uiteindelijk dat getwijfel, wat ik al zei, ik zie het wel ontwikkelen in het relationele. Dus misschien ga je een tijd twijfelen. Maar dat gaat niet al te lang duren. En dan gaan we vol gas vooruit. Met de zegenwagen is het ook echt wel, wat ik al zei, de teugels in eigen handen nemen. Maar we hebben hier die twee paarden die yin en yang, dus de goddelijk-mannelijke en de goddelijk-vrouwelijke energie representeren. Dus vanaf het moment dat jullie tot een akkoord zijn gekomen, tot een nieuw evenwicht, een compromis binnen een bestaande relatie, of vanaf het moment dat er iemand uitgekomen is met zijn liefde voor jou, gaan jullie precies met de teugels, ieder één teugel vast, maar dezelfde kant op. En best wel snel. Wat is het Rad van Fortuin, alsjeblieft, om in de kracht voor mijn lieve kreeften? Het Rad van Fortuin. Met het Rad van Fortuin. Als zo'n kaart op deze manier herhaald wordt, is dat voor mij een bevestiging dat hetgeen wat ik heb verteld... Wauw, wat een aas. Yep. En nog de aas hieronder. We hebben dus alle vier de azen wel in zicht, hè? Dat het een bevestiging is van hetgeen wat ik dus net verteld heb. Dus blijkbaar is Jan Kracht ook inderdaad je overgeven aan de goddelijke timing, aan het lot van het komt wel wanneer het moet komen. Je hebt geduld. Dat is Jan Kracht deze maand. Ik krijg hier wel het gevoel dat dit geduld spreekt over het professioneel / financiële, want we hebben dus nog een keer de aas van staven, die we dus hier ook al hadden. Dus voor die overwinning, voor dit nieuw begin wat je aan het creëren bent, heb je dus inderdaad geduld moeten hebben. Heb je moeten wachten op de juiste tijd. Wat ik al zei, dat kan absoluut met corona te maken hebben. Zit je te wachten tot er weer inderdaad dat alles weer open gaat en mag om een nieuw iets te lanceren, om iets nieuws te beginnen, een nieuwe job te starten. Een nieuwe samenwerking aan te gaan met de drie van Pentakels spreekt over samenwerking, spreekt ook over nieuwe vaardigheden aanleren of dan wel een mentor zijn en vaardigheden aanleren aan iemand anders. Dus heb je een soort van docent-coach functie, heb je geduld moeten hebben om iets nieuws te leren in de richting van jouw nieuw idee, jouw nieuwe passie. Het tij gaat keren, jouw geduld wordt beloond. Want we hebben hier ook de acht van pentakels, werken. Werken, wat ik al zei, niet voor de pentakels, maar met bezieling, met passie, met liefde voor de zaak. Dus jouw geduld wordt beloond. Jouw geduld wordt beloond en dat is jouw kracht op dit moment. Je hebt gewacht op de perfecte timing. En het gaat komen. Wat is dan deze uitkomst, alsjeblieft? Wauw. Oeh. Veel grote arcanes. En wat ik al zei, heel veel azen. Dus het is inderdaad voor mijn gevoel die tweesprong. Dit nieuw begin is niet iets kleins. Het is niet... Inderdaad, van goh, ik ga vanaf nu met de fiets naar mijn werk. Nee, dit is echt wel een nieuw begin wat je aan het creëren bent voor jezelf. Wat op je pad had moeten komen, precies. Even zien, dus deze nieuwe balans, nieuw evenwicht. Weer al, voor mijn gevoel, spreekt dat echt wel over het professionele / financiële. Je weet wat je wilt, je gaat vooruit. We hebben de gerechtigheid. Voor sommigen kan het zijn dat je inderdaad een bepaalde rechtszaak of met een officiële instantie te maken gaat hebben. Maar er is een overwinning erachter. Er is iets met het zonnetje dat weer gaat schijnen. Je moet daar misschien wilskracht en doorzettingsvermogen voor hebben gehad om daar te komen. Maar dit is een nieuw balans, een nieuw evenwicht. Heel tof dat daar inderdaad beide hebben de weegschaal energie. Eindelijk gerechtigheid met deze kaart. Eindelijk, ja. Dit kan spreken over een beslissing nemen dat het juiste is voor jou. Dat in akkoord is tussen je hoofd en je hart. Je hebt die beslissing genomen, je gaat vooruit. En daardoor creëer je een nieuwe balans voor jezelf. Prachtig, prachtig hoe dit zich zo herhaalt. Het is waanzinnig. We hebben de krachtkaart, wat ook leeuwenergie is, zoals de ridder van staven.
Wat ik al zei, moed, kracht, lef, durf heeft het je gekost of gaat het je kosten, maar niks wat jij niet hebt. Doorzettingsvermogen, waardoor je eindelijk die balans gaat kunnen creëren. Wauw, en nog meer leeuw, ram energie met de koning van staven. Ondernemend, gepassioneerd, zelfstandig, in zijn kracht staand. Hele krachtige energie. Wat ik al zei, het zou me niet verbazen als dat een zelfstandige onderneming is die je zou willen starten. Waar je op hebt moeten wachten, waar je nieuwe vaardigheden voor hebt moeten aanleren. Dat begin gaat er deze maand precies, of ja, de tijd is fluïde. Het is niet omdat dit de reading is voor april, dat het 30 april ook stopt, deze energie. Nee, dat zal voor iedereen een beetje anders zijn. Maar de komende periode gaat jouw doorzettingsvermogen, moed en wilskracht vragen. Maar niks wat je niet hebt. Jouw geduld wordt beloond. Er is gerechtigheid. Er is evenwicht. Dat is prachtige energie. Echt wel. Wauw. Wat is het advies alsjeblieft voor mijn lieve kreeften? Dank u. Pjom, pjom, pjom. We hebben... Haha, de ridder van staven. Ik heb dus 3 dekken gebruikt. Ik heb hem 3 keer. Dus dat is wel jullie energie. Charmant, zelfverzekerd, hartstochtelijk en rusteloos. Ja, het vuur onder... de hele camera tilt. Het vuur onder de billen voelen van oké, en ik wil nu starten. Ik wil... Deze spreekt over onmiddellijke actie. Een uitdaging die je goed aan kunt. Een hartstochtelijke relatie. Ja. Dat kan het zeker ook zijn voor sommigen, iets nieuws dat, op dat vlak. We hebben de magier. Je kunt alles doen wat je wilt. Neem je leven in eigen hand. Alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn, kun je zelf manifesteren. Dit heb je gemanifesteerd. Hier ben je al mee bezig geweest. Krijg ik hierbij echt wel heel sterk. Dus zet ook de eerste stappen. Je kunt het wensen en bidden dat het gaat gebeuren. Maar zet ook de juiste stappen, de juiste kant op. Wees de ridder van staaf, vurig vooruit, vol gas. We hebben de prinses van zomers, de schildknaap van kelk. Mm-hmm. Een nieuwe relatie of een emotionele ervaring. Uitnodiging voor sociale gebeurtenissen. Een medelevende vriend waar je je zorgen mee kunt delen. De schildknaap van kelken is, dat zou inderdaad absoluut de nieuwe liefde kunnen zijn die hier aankomt wandelen. En we hebben de 10 van kelken. Wauw, een emotioneel vervullend leven met vrienden en familie. Kinderen liefdevol en verstandig grootbrengen. Mensen die je kunt vertrouwen. Dus ik heb hier al tot 2 keer toe mensen die je kunt vertrouwen. Is dat op professioneel niveau? Is dat op emotioneel niveau? Je kunt die vertrouwen. Dus... deel je ideeën, jouw passie. Wauw, de ster onderop. Kijk vol hoop en optimisme naar de toekomst. De kracht van je geloof kan bergen verzetten. Prettige veranderingen die verlichting brengen naar moeilijke tijden. En dat is die 10 van kelken ook. Dat is geluk naar moeilijke tijden. De zon gaat weer schijnen op financieel, professioneel niveau. Het is geen makkelijk pad geweest, zeker met die toren hier. Maar de zon gaat weer schijnen. Het is echt wel, ja, met de lente, hele mooie energie. Perfecte timing ook. We beginnen nu een nieuwe jaar, eigenlijk op astrologisch niveau. En met dat die zon weer gaat schijnen, begint alles te bloeien. Begint het vruchtbaar te worden. En je neemt precies deze energie mee in hetgene wat je voor jezelf wilt creëren. Super, super energie, mijn lieve kreeft. Ik ben heel blij voor je. Twijfel niet te lang, mocht het geval zijn. Heb een beetje geduld, maar volgens mij moet je daar niet zoveel niet meer hebben. Doe water bij de wijn, binnen relaties. Spreek je liefde uit, spreek je jouw waarheid uit. Want intuïtief weet je het, jij weet hoe de vork in de steel steekt. Spreek jouw waarheid uit. Spreek jouw liefde uit. Ik wens je een bijzonder mooie, gepassioneerde, vurige maand, april. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.